Competitie en Power Championship. Nou, dit is dan de FA Cup. Met Crew Alexander. Tegen Norwich City. En hun hebben Akbon Lahore. Akbon Lahore. Ja, dat zegt hij altijd, maar er staat gewoon een L. En wij hebben... Het goede team. Nee, dat is anders. Ja, het lijkt heel dichtbij te staan. Dat is niet zo. Ja, we spelen gewoon met een goed team. En Lukoki en Westbrook zijn dus weg. Ja. Nu staat Chetty dus gewoon in de basis. En we hebben fucking veel mensen geboden. Ja, gewoon op de transfermarkt, echt alle goede en zo. Ja, gewoon, ook gewoon Hernandez goed. En weet ik veel, Kedira en Thiago. En, ja. Maar ook wel een paar serieuze. Dus moet ook kijken. Ja. En anders hebben we een leuk bedrag voor het volgende seizoen. Ja, want daar komt nog altijd extra bij. Ja, als we dingen winnen. Ja. En dan kunnen we ook Oxlade Chamberlain, want we hebben echt een rechtsmid nodig. Maar die was nog best wel veel. 3, nog wat miljoen. Ja, maar die wordt denk ik alsnog wel een miljoen meer. Na dit seizoen? Ja. Dat wil wel meer. Ja. Yes. Oh, just so close. Hoppa. En nu staat Chalai in de spits, hè? Ja, waar hij eigenlijk ook hoort. Mm-hmm. En dan kan hij het misschien alsnog topscorer worden. Ja. En een punt beter worden. Misschien wordt Guidetti wel topscorer van de eerste. Ja, dat kan. Of Dos. En er zijn steeds meer mensen, ook uit Zweden en zo, die zeggen dat Guidetti gewoon nog in het seizoen bij Feyenoord moet blijven. Moet ook. Balkenstein! Oh! Cool. In your face! Ik wist niet dat hij ook iets met zijn voeten kon, dat hij leek te koppen. Hij is voetballer, hè? Voetballer. Ja, maar hij is zo lang. Hij ging in de lucht met zijn voeten. Omhaal. Ja, toch. Dat is het, hij ging in de lucht met je voeten. Mm-hmm. Nou, gewoon een handstand. Ja, zo'n handstand en dat hij dan de bal zo schiet. Gewoon echt zo in de echt zo voorzet komt, zo'n corner van hun. En dan weg, hoe heet die? Hoe heet dat? Dat hij hem wegschiet en hem omhaal. Oh wacht, ik ga verpassen, want hij is nu echt kapot. Toch? Ja, dat wilde ik net zeggen, maar toen verloor de bal. Akbon Lahore. Akbon Lahore. Hij is wel goed. Ja. Ik weet niet hoe goed, maar hij is best wel goed. Hij is sowieso wel hun beste. 80 is hij. En hun beste. Maar die speelt daar niet eens, hij speelt bij Aston Villa. Ja. Met Eski. Eski's gonna rip. Ja, doe het. Doe het. Nou, niet breken, maar gewoon scoren. Ja. Maar nou, we staan wel al voor. Door ja. Balkenstein. Mhm. De lange lummel. Dat is de eerste goal ooit, hè? Dus ooit. Ja. Dat kan. Ja. Ik bedoel, die jeugd telt niet, hè? Nee, maar dat kun je ook niet zien. Of nee, daarom. Dat zou wel lauw zijn als je ook kan kijken per wedstrijd van Jong Crew Alexandra, Jong, weet ik veel, Jong Arsenal. 6-0 voor Crew. Ja, maar dat... Baby van Persie. Ja, Maradona wil trouwens graag trainer worden van Napoli, hè? Echt? Mias van de VI. Chill. Van de afgelopen keer. Ja, chill. Dus van deze woensdag. Ja. Nou, vorige woensdag. Ja. Het is nu weer woensdag, maar het is van vorige keer. Maar hij zegt, dan wil ik wel als Maradona, gewoon de Maradona, niet als Maradona, dus soort van, ja. Denk maar, hij heeft meer dan 1 miljoen schuld of zo in Italië bij een van de club. Oh. En daarom ziet iedereen hem altijd, in Italië is hij juist geen held, snap je? Ja, onder. Daar zien ze hem als iemand die gewoon niet aan de afspraak houdt. Ja. Maar hij zegt, ik wil graag weer terugkeren naar Italië bij Napoli als trainer. Dat zou vet zijn. Ja. Goed voor een reputatie. Van Napoli? Ja. Ja. Net als dat Bart van Bas naar je veen gaat. Ja, ze zijn wel dus meer in de spotlight, weet je. Ja. Dat geeft je club ook een betere naam. Wij hebben Maradona. Want ik weet niet eens wie ze nu hebben eigenlijk.
ik ook niet. Ze hebben goede spelers. Dus Cavani. Lavezzi. En Hadjid. En niet meer Mascara. Nee, ik ging weg. Maar is goed, want nu hebben ze meer geld. Ja, ze hebben Vargas gekost. Is hij goed? Van, nee, weet ik niet. Zo'n jongen. Van de Universidad de Chile. Universiteit. Ja, zo'n club van de universiteit. Een universiteitsteam in Chili. Oké. Maar Fiorentina wilde hem open, zoals hij niet zegt. Fiorentina is toch gewoon een beetje zo'n vijfde plek ongeveer. Ja. Net als Napoli ook wel. Mm-hmm. Fiorentina is wel oké. Die spelen ook vaak Europees. En Napoli zit nog in de PlayStation, wat fuck. In de Champions League. Ja. Het is bijna rust en Lee moet het zo pakken. Shelly wil zijn basisplek waarmaken. Ja, totdat we een nieuwe goeie hebben. Maar dan kan hij misschien nog wat beter worden in die dagen. Oh. In die dagen. Misschien wel maanden. Ja, dan. Seizoenen. Maar nu moet Lee er wel uit, want hij was fucking moe. Ja, even kijken. Nee, maar dat is echt moeilijk. Ja, zijn blokstijl. Bouwen. Nu voor, doe dan een midden van, zet je Shelly naar voor. Wat? Ik doe het wel. Oh, ik snap het. Ja, nee, ik doe het. Zet je Shelly naar voor. Ja. En daar gaat dan Joeks. Ja, want daar is CR. En daar. Balkstijl voor Toetel. Toetel. Ja? Die is de beste, ja. Hé, hey, maar staan we dus hoeveel voor? 1-0 nog. 1-0, ja. Misschien gaan we winnen. Ja. En het is ook voor de FA Cup. Kunnen we FA Cup winnen, krijgen we weer veel geld. Ja. Nee, maar dan slaan we ook onze non-winning streak. Ja, maar wat was. Als we penalties winnen, dan hebben we ook die eigenlijk vast. Ja. Non-winning streak. Maar dan niet echt. Maar zij zijn beter penalties, want zij hebben beter gespeeld. Maar wij hebben Shalai. Die gaat nu misschien wel scoren. Wel scoren. Bijna, precies. Huh? Oh, yes. Dat was meer een paas. Ja, het leek wel een paas op mij. Ja. Maar was gewoon dit rondje en dan schiet hij hem lang. Ja. Oh ja. En uitstand en was altijd echt super. Ja, als hij dan gewoon fuck maar kwam inlopen. Ja, of zoals net met de Poel of zo. Ja, ja. Gewoon in het bovennet. En, oh maar dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Nee? Wat raar. Ja. En we hebben niet hands uit, maar alleen bij penalty's uit. Mm-hmm. En dan is het net. Bijna. Zijn niet voor weer. Nog zo in de. Johnson. Zijn niet voor weer aanvallen. Johnson. Johnson. Nee, dat was voor. Gisteren. ik vind dat leuk. Ik probeer dat de hele tijd. Om dan zo voor die spelen en dan om te draaien. Hey, geef me de bal. Geef me de bal, Kastijn. Ja, maar die is eruit. Wat is de meisje? Wat is de meisje? Wat is de meisje? Wat is de meisje? Ja, wat is de meisje? Ja, vertel me wat de meisje is. Wat? Waarom pak je de bal nou niet? Omdat ik werd uitgepakt. Ja, dat zagen we. Dat was wel goed voor mij, want daarna gaf ik ons tijd. Ja, ik kon ik de bal afpakken. Zo. Wat jij dus niet kon doen. Nice. Run first! Nou, schiet. Want ik ben te goed. Was dat de baas? Ik was niet eens. Nee, het was een schot. Ja, ik dacht alleen ook. Was het met binnenkant terwijl ik niet eens. Jij hebt één ding. Ja. Raar mensen. Ik wil weten wat een meisje is. Met Sarkozy. Ja, nog een keer. Nee, laat maar. Ga maar zo. Gewoon zelf totdat hij me aanvalt en dan. Dan ging ik nog steeds door. Dan ging nog steeds door. Ik wilde er voorbij, maar dat is het. Vaticaanstad. Ja. Oh. Niet verwacht dat hij aan zou komen. Ik wel. Niet. Ik wacht dat wij hem zo konden schieten. Nou, het was zelfs met rondje, hè? Nee, nu gaan ze stikkers doen terwijl ik hier zo boos voor u ben. Neem het. Bon Lauer. Juist. We gaan gewoon winnen. Ja. Van Norwich City, die in het echt in de Premier League zit en bij ons. Elfde in de Championship. Ja. Ja. Nou, ja. Wat is dit voor scrimmage? Ja, echt een screen test. We gaan even. Zo.
Wat deed je? Niet 5-4-1, nee, we hadden defensief. Good save! Kop hem door en je ziet hem in your face, ja. Ook kom ik dichtst binnen. In your face contest. Oké, okay, druk zetten en dan pas weer fucking mee. Nou ga ik deze tanken. Ik ga hier zo achter de. Nou! Maar ze passen dan echt gewoon weer precies naar de route. Ja, of op hun hoofd. Ja, heel raar. Maar dus we zetten wel veel. Ja, halen gewoon. Nou! Maar we moeten toch maar drukken met 10. Wachten. Ik ging er zo achter staan dat hij wel naar vorm moest komen. En dan kon hij niet goed poppen. Snap je? Mm-hmm. Oh, drukken met 10. Kop door. Ja, dat was wel goed. Dat was wel goed. Kop, meer kon, ja, meer kon je niet. Kon nee. Ik niet. Dus je moet staan. Ja, voorgekomen. Oh, jezus. Je zag het balkje al 10 seconden daarvoor. Ja, ik dacht toch wel 3 minuten of zo. Ja. Oh ja. Yeah. Ik dacht dat ik hem nog had, dus ging ik het vierkantje wordt een stap. Oh. Nee. Oh. Die al lang uit was, ja. Ik vind het eng. Ik ook. Maar wel. Zo, even weg. Yeah! We zijn door. Wie had er gescoord, Boogstein? Ja, dat was wel nice. Ja, we hadden de eerste. Die ging over. Yes, ga naar de volgende. Kijken wie mijn selecties. Fabian. Boogstein heeft een 6,9, maar... Ja, maar toen zo vroeg uit. Ja, maar hij had wel gescoord. Ja, maar alsnog. Even kijken of we mensen kopen. Misschien krijg je wel zo'n 16 mailtjes of zo. Huh? Hij heeft Joao met 10 jaar gekocht. Kan toch? Die is best goed hoor. Ik weet niet met welk team die ben is. Ik ook niet. Die speelt bij Porto, 24 jaar. Net als Kelvin. En Hulk. Ja. Oké. Okay. Oh. Alles afgewezen. Realistischer handelen. Hoeveel hadden we allemaal? Hernandez. Hier is het wie het is. Ricardo Alvarez. Realistischer handelen. Thiago. Oh, Darren Gibson. Taboré. Funny. Coutinho. Rondon. Bilic. Camacho. Maar sommigen konden toch nog wel redelijk. Ja. Nou, we gaan verder. Thanks for watching. Like, subscribe, leave a comment. Follow us on PSN. SEN. SEN. Tampa. Love you.